verderop in Marsterbroek, waar de geur La Sans de Marsterbroek ontstaat. Toen de geur één keer was ontstaan, hoe is dat verder gegaan? Toen de geur er helemaal was, zocht men naar een permanente plek om die te verspreiden. En zo zijn we hier op de terp, op een oude terp terechtgekomen, waarvan we zeggen, hier ligt de bron, hier kunnen de mensen die ooit een flesje gekocht hebben, één keer per jaar die gratis navullen. En waar kunnen we deze bron vinden? Die bron die is één keer per jaar geopend en die ligt aan de Nieuwe Wetering in Marsterbroek. Je doet hier de verkoop. Is dat alleen hier Marsterbroek of is dat... Nou, het is in principe verzorgen wij de verkoop vanuit Marsterbroek, ja. Maar we hebben ook een winkel in Amerika die hem voor ons verkoopt. Dat is in Los Angeles. Daar gaan er elk jaar ook wel een 20 flesjes heen. En op dit moment staat hij op een tentoonstelling in het gemeentemuseum in Den Haag. En daar worden ook verkocht. Dus zulke dingen werken we ook al mee. Dus maar heel veel gaat ook via de post weg. Gaat veel naar het buitenland toe. Frankrijk, Slowakije, Duitsland. Dat krijgen we via de mail wel een berichtje binnen en dan sturen wij hem op. Dus all over the world? All over the world, ja. Hij gaat echt overal heen. Het schijnt dat er zelfs op Australische en Chinese, Japanse websites nog wel stukjes zijn te vinden over La Sans de Marsterbroek. Dus het is wel, wel iets wat de wereld wel overgaat, ja. Waar komt u vandaan om zo'n flesje te vullen? Ik kom uit Lelystad. We kenden het werk van Birte. We hebben onder andere in Eenzaamheid in Almere gezien, wat ook een heel natuurgerelateerd kunstwerk is. En ik wist dat dit bestond, maar pas toen ik het rook, toen dacht ik dat wil ik zelf ook hebben. Want het is zo'n vrolijkmakend luchtje, zo'n blijmakend luchtje. Alles zit erin wat je eigenlijk, wat je lekker vindt buiten. Zowel de geur van gras en nou ja, voor zover dat de lucht heeft, geur heeft lucht. Maar ook een beetje die koeienpoep en wat er verder in zit. Maar net zo'n mengsel dat je zegt van dat wil ik me wel mee tooien. Bedankt. Okay. Ergens in Marsterbroek, waar het ontstaan is van de lekkere geur La Sans de Marsterbroek.